De winnende trainer Anton Wijsman van Caria wint hier in Leiden in de Kikkerpolder bij Lugdunum 0-1. Uiteraard het resultaat waar je mee verder kunt. Niet al te beste wedstrijd, denk ik. Waarbij je met name in de eerste 10 minuten problemen had. En daarna steeds meer controle kreeg, naar mijn idee. Dat klopt wel, ja. Wij hebben vooraf het een en ander met de jongens afgesproken uiteraard hoe Lugdunum zou kunnen spelen. En wat we daar zelf zeker eerst aan de bal tegenover zouden stellen. En dat kwam wel iets anders uit dan dat we van tevoren verwacht hadden. Ja, daar moet je dan even op anticiperen. En dat hebben de jongens gewoon heel goed ingevuld. Zelf al met een beetje ondersteuning vanaf de kant uiteraard. Ja, dan is de eerste helft niet al te verheffend, denk ik. Maar je komt eigenlijk ook zelden in de problemen. Dus in die zin stond het goed. Tweede helft, denk ik, op de beginfase na een beter Caria. En dat jullie elkaar ook steeds, dat de spelers elkaar steeds beter gingen vinden. Nou, ik ben niet helemaal eens dat de eerste helft niet goed was. Ik denk dat wij op momenten dat we wilden voetballen en konden voetballen het wel geprobeerd hebben. Maakt alleen af en toe de verkeerde keuzes helaas. En dat hebben we in de rust ook aangehaald. Dat we aan de bal rustiger moeten zijn en proberen de juiste keuze te maken. Waardoor we in de ruimtes die er vallen kunnen doorkomen. In de tweede helft uiteraard word je geholpen door een goal. Waardoor je tegenstander meer moet gaan brengen en nog meer ruimtes weg gaat geven. En ik vind alleen één manco. We hadden dat veel eerder af moeten maken. Daarna dan staat 2-0, 3-0. Die kansen hebben we echt gehad. En dan is het gewoon klaar deze wedstrijd. Ja, zeker een aantal situaties, zeker na die 1-0, waarbij je eigenlijk gewoon 100% kansen kan creëren of zover kan komen of ze uiteindelijk ook krijgt. Dus in die zin blijft eigenlijk billen knijpen tot de laatste seconde in de blessuretijd, maar dat totaal onnodig. Ja, als je die kans afmaakt is het eerder klaar. En nu weet je dat het altijd blijft bestaan in de voetballerij, zolang nog niet afgefloten is dat je een tegengoal kan krijgen. Ik moet mijn heren wel nageven dat ze ook als kogelhard gewerkt hebben en daardoor vind ik de overwinning ook verdiend. En ook trots op een jonge groep, er is al heel veel over gezegd. Ontzettend jonge groep bij Caria, maar die raakte vanmiddag eigenlijk geen moment in de war. Nee, de heren weten onderhand wat er gevraagd wordt in de derde klas. En het gaat wel eens met ups en downs uiteraard met jonge jongens. Maar de heren gaan het steeds beter begrijpen en gaan elkaar ook steeds beter vinden. En ook steeds meer voor elkaar opbrengen. En dat is gewoon een heel groot plus. Eerste periode zit er bijna op, nog één wedstrijdje te gaan. Nu 11 uit 7 op gelijke hoogte met Lugdunum. Ik denk dat je vooraf getekend zou hebben voor 11 punten uit 7 wedstrijden. Voor startcompetitie wel. Maar na de eerste wedstrijden denk ik dat we er zeker 2 meer hadden kunnen moeten hebben. En misschien zelfs wel 3 meer hadden kunnen moeten hebben. Dus gemengd. Ik ben vanaf start zeer tevreden. Ik ben overigens helemaal tevreden hoe het gaat. Maar het puntenaantal denk ik dat we er wel 2 of 3 bij kunnen hadden hebben. Dat is gewoon een zonde eigenlijk. Maar dan nog veel vertrouwen richting de rest van het seizoen. Want er staat gewoon een leuk elftal. Ik denk dat als wij compleet blijven en niet te veel blessures, schorsingen krijgen, dat we een heel leuk elftal hebben die het iedereen lastig kan maken. En in deze klasse kan iedereen het elkaar lastig maken. Dus we moeten gewoon zo met regelmaat punten pakken. En dan ben ik niet bang voor de eindrangschikking. In ieder geval zeker niet aan de onderkant. En dan moeten we een stevige middenmotor worden. En als we daar een goede flow in kunnen vinden, misschien wel meer. Anton, gefeliciteerd met de overwinning en een goede reis naar Lissebroek. Maar het zal ongetwijfeld een leuke avond worden na dit resultaat. We hebben gelukkig Oktoberfest zometeen, dus dat wordt denk ik een latertje. Ik hoef je vanavond niet meer te bellen, dat is duidelijk. Nee, zou het niet doen, hè? Dan wordt het weer morgenochtend. Bedankt. Ja, goed.